26 mei zal een enorme belangrijke dag zijn. Het is weer eens een belangrijke verkiezing waar N-VA natuurlijk weer zeer goed zal moeten scoren. Want na 26 mei zullen er verregaande beslissingen moeten worden genomen over de toekomst van Vlaanderen, over de toekomst van dit land. En daarom zal het zo belangrijk zijn dat N-VA een zeer goede score kan behalen. Ik zelf sta op de 11e plaats, de voorlaatste plaats van de Europese lijst van N-VA. Samen met Frida Brepoels duwen wij de lijst en hopen wij natuurlijk dat N-VA ook in Europa met Geert Bourgeois als lijsttrekker een enorm goede score zal neerzetten. Ze hopen dat niet alleen, we zijn er ook van overtuigd, want we hebben een heel sterke lijst. En ja, 26 mei zal ook voor Europa enorm bepalend zijn. En ook daar moet N-VA bij zijn. En ook daar moet N-VA een goede score halen. Ja, absoluut. Ik denk dat wij als partij in het algemeen een zeer goed parcours hebben gereden. Dat we heel sterke mensen hebben. Dat we met goede lijsten naar voren komen. En dan kan 26 mei alleen maar een succes worden. You got that power over me. Afgelopen regering, dat je inderdaad het verschil kunt maken, maar ik denk dat het nog allemaal iets beter moet, op sociaal-economisch vlak, nog iets meer ruimte geven, op migratievlak strenger zijn, op veiligheidsvlak ook het beleid verder zetten, en om dat te doen heb je sterke N-VA nodig, want de anderen zullen het op dat werk aan ons overlaten, en dat is denk ik de inzet. Als wij dat niet kunnen realiseren, dan zullen het terug de oude formules zijn, dan zal het terug de PS, die hebben het al gezegd, we willen terug aan de macht komen, en dan zal het terug belastingen zijn, nadelig voor het bedrijfsleven, slecht voor het veiligheidsbeleid, dus dat is de inzet denk ik van deze verkiezing. Als ik verkozen word, hoop ik dat we een regeerakkoord kunnen afsluiten waar dat de Vlamingen beter van worden. Meer jobs, meer veiligheid, minder illegale migratie, dat proberen we te realiseren. You got that power over me.